Klinkt misschien raar, maar ik wil graag dat je in je hoofd je even een smurf voorstelt, hoe die eruit ziet. Waarschijnlijk zie je nou een klein blauw mannetje voor je met een witte broek en een witte muts op. Dat is voor onze smurf, toch? Ja, dat is voor onze smurf. Een klein blauw mannetje met een witte broek en een witte muts op. Maar we zien hier ook grote smurf staan. Een grote smurf heeft geen witte broek, maar een rode broek. En zijn muts is ook niet wit, die is ook rood. Bovendien heeft grote smurf een baard. Als je dus een smurf uit moet leggen aan iemand anders die nog nooit een smurf gezien heeft, dan beschrijf je waarschijnlijk niet grote smurf, maar dan pak je een andere smurf, want grote smurf is geen typisch voorbeeld van hoe een smurf eruit ziet. Hetzelfde geldt voor een smurfin die naast grote smurf staat. Zij is de enige vrouw in het hele smurfendorp. En voor ons zijn smurfen toch vooral mannetjes. Grote smurf en smurfin zijn dus niet zoals wij dat noemen representatief voor alle smurfen. Representativiteit gaat erover of iets algemeen geldend is of niet. Of het voor één iemand geldt of juist voor de hele groep. En natuurlijk gaan we nu verder niet over smurfen hebben, wij gaan nu hebben over bronnen. Over de representativiteit van bronnen. Want ook bij een bron moet je altijd afvragen of deze representatief is of niet. Is de maker van de bron, degene die in de bron spreekt, is zijn of haar verhaal, is zijn of haar informatie, is die representatief of niet? Is dit een uitzondering of geldt dit voor een veel grotere groep? We kunnen nu in Smurfendorp blijven hangen. Dat is een hartstikke leuke en gezellige plek natuurlijk. Maar ik neem jullie even mee naar een plek waar het iets minder gezellig was. We gaan naar de Sovjet-Unie in de jaren 30 van de 20e eeuw. En in de Sovjet-Unie van de jaren 30 was de communistische partij onder leiding van Jozef Stalin aan de macht. En dat was voor de gewone bevolking geen prettige tijd. Kijk maar eens even naar de volgende afbeeldingen. In de jaren 30 wilde Stalin en zijn communistische partij een aantal grote veranderingen doorvoeren in de Sovjet-Unie. Zo wilden zij de landbouw collectiviseren. Miljoenen boeren moesten gedwongen hun eigen bedrijf opgeven en verhuizen of samen gaan werken met andere boeren, terwijl ze dat niet wilden. En iedereen die het daar niet mee eens was, die werd opgesloten of die werd terechtgesteld. Nou, dat is de collectivisatie. Bovendien was er sprake van de grote terreur. Alle tegenstanders van het Sovjet-regime, van Stalin dus, die werden of gevangen gezet, of die werden doodgeschoten, of die werden naar werkkampen gestuurd. En bovendien was er sprake van grote hongersnood. Al met al was het voor een gewone Sovjet-burger dus geen pretje in de jaren 30. Maar nu pakken we er even een toespraak bij die in 1937 is gehouden door een van de leiders van de Communistische Partij. En die zegt het volgende. Onder leiding van onze partij en de Sovjetregering hebben de volken van de Sovjet-Unie de industrialisatie van hun land tot werkelijkheid gemaakt, zijn productiemiddelen vertienvoudigd en zijn nationale rijkdom verveelvoudigd en daarmee de voorwaarden geschapen voor een gelukkig en blij leven voor alle arbeiders van het socialistische Sovjetland. Die leider van de Communistische Partij spreekt dus over een gelukkig en een blij leven. Nou, als je even terugdenkt aan mijn verhaal van net, als je even naar de foto's links op het scherm kijkt, dan kan er van een gelukkig en blij leven voor iedereen echt geen sprake zijn geweest. Je kunt je dus afvragen of de woorden van de leider van die partij, die we hier dus rechts zien staan, of zijn verhaal wel representatief is voor de Sovjet-Unie in de jaren 30. En je zou dus kunnen zeggen van niet. Want hij heeft het over een gelukkig en een blij leven. Maar we zien links op de foto's al dat dat voor de meeste mensen juist helemaal niet gold. Maar toch kan die bron wel representatief zijn. Het is maar net hoe je naar die bron kijkt. Welke informatie je eruit wil halen. De toespraak, is die representatief voor het leven van een gewone boer in de Sovjet-Unie in de jaren 30? Of is de toespraak representatief voor de houding van de communistische leiders van de Sovjet-Unie in de jaren 30? Nou, in het eerste geval, het leven van een gewone boer? Nee. Hij spreekt dus over een gelukkig en een blij leven voor alle arbeiders, voor alle mensen? Nee. Dan is die bron, die toespraak, dus niet representatief. Maar stel dat je onderzoek aan het doen bent naar hoe de communistische leiders
in de jaren 30 tegen hun land aankeken, wat hun houding was, ja, dan is de bron weer wel representatief.